Jip altijd zoveel aan de tafel laat zien wat hij hier aan het doen is, film ik maar even eruit voor haar. Dus dit is de ingang. Hier, 209. En dan gaan we hier een berg trappen af. Hier proberen we links gaan, want dan stort je dus naar beneden. Dan hoop ik dat hij hier in het donker een beetje goed filmt met die camera die wilde normaal vast. Daar omhoog woont de baas. Hier naar beneden. Voor de Skype van ons en Jip, dit kennen ze wel. Een beetje een centraal puntje in de hal. Hier zijn wat kamers. Nou, we komen hier in de tuin. Check out de banana's. Dan hebben we dus het binnenplaatje en dan hebben we ook al de kamer waar wij dan dus ook verblijven. Hier nog een kamer. Kijk, dit is ons binnenplaatje. Tot nu toe omdat er niet zo heel veel mensen in het hotel zitten, of in het hostel. Een beetje ons privé dingetje is. Ah, de schoonmaakster is er nog. Dus nou, hier heb je wat kleine kamertjes. Hier nog meer palmbomen. En hier is dat gat wat ik net liet zien bij de ingang. Nou, dan hebben we hier onze kamer. Auke en Jip, slapen daar. King size for me. En zoals wij dat noemen, de grot douche. Check out die shit. Veel water, warm ook. Oh ja, dit is ook raar. Ze verwarmen hier dus het water pas als het uit de douchekop komt, doen ze in de douchekop. Dus dan gaat de teringloot aan elektra en water op één punt. Komt bij elkaar, dan krijg je warm water. Werkt wel. Maar ik word er niet zo niet heel geruststellend, moet ik zeggen. Maar ja, zo zie je dus ook hoe je woont. Doei!